We kijken vandaag naar mensen die gelijk spijt kregen. En deze vrouw zit lekker te schommelen op deze schommelstoel. Nou ja, het is geen schommelstoel. Daarom moet je hier ook niet op schommelen, mevrouw. En ja, daar gaat ze. Oh ja, dan heb je meteen spijt. Dat kan niet anders. Oké, we hebben hier een hond. En deze dames hebben toen net ook al lekker genoten van het water, zo te zien. En deze hond, wow, yo, wat? Hij werd gewoon de lucht ingelanceerd. Wacht. Dan moet ik nog een keer zien. Kijk, deze hond denkt van, hey, water, leuk, spelen. Wow, yo. Hij wordt gewoon echt gelanceerd in de lucht. Oké, dit is echt niet normaal. Arme hond. Oké, wat hebben we hier dan? Oh, dit zijn allemaal krabben. Oh, nee. Die hond moet er niet inspringen. Spring er nou niet in. Doe het niet. Nee. Oh, nee. Oh, dit is echt geen goed idee. hij ziet het zelf ook, die hond, en denkt van, wat heb ik gedaan? Kijk, dan staat hij gewoon naar die krabben te kijken. Hé, hey, ga weg uit mijn tuin, denkt hij. Dit is mijn tuin. Nee, hij gaat er dadelijk gewoon inspringen. En dat is geen goed idee, hond. Nee, doe dat niet nog een keer. Dat is geen goed idee. We hebben hier Gordon Ramsay. En, oké, we hebben hier een ei. Oh, wojo. En het ei is weg. Bam. Hoppakee. Bam. En het ei op je hoofd. Ja, dit is een hele goeie. Misschien moet ik deze ook maar eens een keertje bij iemand proberen. Kijk hier, hoppakee, het ei is weg. En bam, hoppakee, water in je gezicht. Bam, een ei op je hoofd. Dit is een dubbele prank, mensen. Trap er nooit in als iemand een flesje water heeft met een ei daarop. Het loopt altijd op deze manier af. Katten houden niet van water, maar deze kat die is met zijn leven aan het spelen. Want hij staat hier naast een bad. Hij denkt dan van, oh, dit was geen goed idee. Hoe kom ik hier weg? Hoe ga ik hier ooit weer uit ontsnappen? Want er zit vast tussen die kraan en... Oh nee, hij gaat vallen. Oh nee. Ja. Hij ziet zijn hele leven al voorbij flitsen. Dit was niet de bedoeling. Kijk, hier is hij nog helemaal zelfverzekerd van... Hé, ik ga nooit in dat bad vallen, joh. Het gaat me niet gebeuren. Maar dan gebeurt er iets. Ik weet niet precies wat. Maar hij glijdt uit. En ja... Dat kan niet goed aflopen. Zeker niet. Nee, hoppakee. Ja, daar gaat hij. En dan ook nog te bedenken dat katten echt absoluut niet van water houden. Dit is eigenlijk best zielig. En wat ook best zielig is, is dat jij nog steeds niet geabonneerd bent op mijn kanaal. En ik zou het maar snel doen, want bij de 30.000 abonnees ga ik Mick een hele week lang pranken. En dat wil je niet missen. Dus abonneer. Wat hebben we hier dan weer? Oh nee. Kauwgom in dat haar. Waarom zou je dat doen? Waarom? Dit is... Waarom? Heeft zij zo'n hekel, zeg maar, aan de meid die... Oh nee, die voor haar zit? Heeft zij iets verkeerd gedaan of zo? Oh, dit is... Oh, wat? Er wordt ook allemaal haar uitgeknipt. Oh, en een lolly erin. Wat? En dan hier in het... Oh, waarom zou je dit doen, joh? Gadverdamme, in de koffie ook nog. Ah, oh, dit is heel erg nasty, dames en heren. Oh, ze gooit de hele tijd haar haren overheen natuurlijk. Oh, en dat mag ze gewoon niet doen van haar. Maar hé, dit is wel te heftige payback voor mensen. Dit is echt te heftig. Ik bedoel, je kan een grapje uithalen met iemand. Maar kauwgom in je haar, zeg maar. Dit haar kan er allemaal afgeknipt worden dadelijk. Ik bedoel, ja, nou trouwens, zij is ook wel vervelend dat ze de hele tijd de haar naar achter gooit, hoor. Ik bedoel, ik snap het ergens ook wel. Ze heeft gewoon hier ook al die lolly in de mond van, hé, die ga ik zo gebruiken. Ik maak hem nog even lekker nat en dan plak ik hem erin. Ik vind deze prank echt veel te ver gaan. Doe dit zeker niet na. Je krijgt problemen met degene die voor je zit. Oké, we hebben hier een hele mooie hond. Ik vind het een heel erg mooie ras, deze hond. Maar, oh nee, hij is in het water. Are you kidding me? Oh nee. Er zit ook nog allemaal zeewier op zijn neus als hij eruit probeert te komen. Oh, dit is ook zo'n vies water. Hier wil je gewoon niet inspringen. Are you kidding me? Hij beseft het nu ook pas. Die hond wil zo snel mogelijk weg daar. Oké, ze zit vast met een riem. Oh nee. Nee, ja, dat is niet best. Dat is niet best. En er is niemand thuis. Oké, ja, dit ga je niet meer loskrijgen. Oh, jawel. Lukt het gewoon, denk ik, of niet? Oh, nee. Ha! Je kan ook niemand bellen, weet je. Je handen zitten vast. Je kan gewoon helemaal niks doen. Dit is gewoon niet de meest slimme actie om te doen. Ik bedoel, ja, je bent alleen thuis. Waarom zou je dit dan doen? Als er iemand naast je zit om, zeg maar, nog je los te maken, dan snap ik nog dat je zoiets wil doen. Al snap ik het sowieso eigenlijk al niet. Maar goed, hé. Goed idee, maar niet heus. Dit is het slechtste idee ooit. Wanneer je trots op jezelf bent dat je alleen maar gezonde dingen hebt gekocht in de supermarkt vandaag. Oké, ja, ik zie het. Maar dit is wel een beetje veel, zeg maar. Oh, nee. Ja, inderdaad. Ja, dan denk je in de ochtend meteen van waarom heb ik al deze gezonde dingen gekocht? Ik had toch liever een chocoladereep gewild nu. Oké, hij gaat zijn tweelingbroers laten schrikken. Oh, wow, yo. Hij krijgt meteen een klap. Oh. Ja, deze zag je zeker niet aankomen, denk ik. Nee, dit zag je niet aankomen. Hoppakee, bam. Ja, het is ook niet heel slim. Hij had kunnen verwachten dat dit ging gebeuren. Oké, wat hebben we hier?
een champagnefles. Jeez! Dat kan wel bad. My guy changed the tire. Oké, deze gast gaat de band verwisselen. Oh, zijn vinger zat er bijna onder, hè. Oh, dit is ook zo dom. Je moet eerst die auto even omhoog krikken en dan pas dat doen. Oh, en hier. Hij golft in zijn huis. Oh, en hij raakt de bal niet, maar hij raakt wel het plafond. Er zit een aardig gat in. Ja, dat wordt een lekkage. Oh, nee. Oh, dit soort fitnessdingen, ja, die breken altijd af. Ik zag deze al aankomen. Wat hebben we hier dan weer? Oké. Hij heeft hier... Oh, hij breekt zijn hele bieropener af, joh. Oké, die zag je niet aankomen. Dat is heel vervelend. En wat hebben we hier? Een iPad. Oh nee. Dat kind dat slaat gewoon die iPad van die neus af. Waarom zou je dat doen? Deze ken ik al. Deze gast die golft en bam. Hoppakee, tegen een politieauto aan. Oh. Ik verwacht dat die politieauto meteen omgedraaid is. Dit is het beste op TikTok. Ik beloof het. Oké, wat is het beste op TikTok? Wat heeft ze trouwens met haar gezicht gedaan? Oh mijn god. Ja, je krijgt er niet meer af, hè? Nee. Oh nee, wat heeft ze er opgesmeerd? Oh nee, ze krijgt... Het gaat er ook gewoon niet beter uitzien. Dit is ook niet slim, hè? Dit is echt niet slim. Wat heeft ze er opgesmeerd dan? Je moet zeg maar of make-up of smink of zo op je gezicht doen, maar geen verf. Nou, het gaat er nog best goed af, maar oh, het zit ook helemaal in haar haar. Doe het dan ook niet met dat doekje door je haar heen. Dan komt er nog meer. Dan is eigenlijk je hele haar roze. Maar goed, hè, niet iedereen is zo slim als dat ik ben. Dat zie je maar weer. En dit is waarom ik nooit speel met mijn broertjes. Oké. Wat hebben ze gedaan dan? Oké, hij gaat op zijn motor. Oh nee. Bam. Hoppakee. Ja. Ja, dan krijg je problemen. Hij pakt die hamer gewoon. En hij pakt er gewoon terug. Hopsakee. En dat ging er ook niet heel zacht aan toe. Oh nee. Doe dit nou niet. Dit is zo dom. Ja, dat kijken er niet meer af. Die krabben die zijn hartstikke sterk. Oh, toch wel. Oh, waarom zou je dat doen? Als je dit ziet, dan denk je toch ook niet van... Oh, dit gaat goed aflopen. Dit is gewoon het slechtste idee ooit. Kijk, bam, daar gaat ze. Ah, dit moet heel veel pijn doen. Mocht je nou thuis toevallig een krap hebben... Doe dit zeker niet na. Het gaat je pijn doen. Ik vroeg mijn Tinder date of dat hij Netflix en chill wilde. En nu zet hij dit aan. Oh, nee. Oh, dit is niet best. Dit is... Oké. Ja, deze vibe is niet echt een Netflix en chill vibe, zeg maar. Zet dan een soort van een romantische film aan of zo, weet je wel. Dat werkt altijd. Maar ga niet op deze manier lopen dansen in je woonkamer. Oh nee, dit gaat natuurlijk helemaal fout. Oh nee. Ja, hij gaat dit proberen. Oh, dit gaat helemaal fout. Oh nee. Oh, hij ging ook steeds sneller met die boor. Ja, en zijn tand is eraf. Ah, ouch. Ouch. Je bent toch ook echt een choppie als je deze challenge gaat proberen? Ik bedoel maar, kijk, hier, hoppakee. Ja, maar hoe kun je denken dat dit goed werkt? Dit heb je dan één keer op zo'n TikTok iets gezien en dan denk je van ik ga het proberen. Nou mensen, doe het gewoon niet. Want dan gebeurt er dit. Je bent gewoon al je tanden kwijt in één klap. Klik hier voor mensen die ook meteen spijt kregen. Vergeet ook zeker niet te abonneren voor elke dag gratis video's. En klik nog snel af op deze video, want dan gaat het weg in 3, 2, 1.